Als u het goed vindt, beginnen we nu meteen met het trekken van het loodje. Je hebt geluk. En wij beginnen de beraadslagingen bij mevrouw Van den Eventuin. U heeft weer gewonnen. Ja. Nee. Ja, 22 keer. Ja. Vanavond. Ja. Goed, ik stel vast dat de heer Van Eck afwezig is bij deze vergadering. Ik heb met de heer Van Eck overleg gehad. En zijn dochter ligt op dit moment op de intensive care vanwege een zware operatie. En ik denk dat wij in gedachten bij de heer Van Eck zijn. Hij is in ieder geval vanavond niet aanwezig. Dan komen we bij het vragenrecht voor raadsleden. En er is vandaag één vraag ingediend. En die zal worden gesteld door mevrouw Van Zeeland van de fractie van het CDA. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Het CDA staat voor een open, democratische rechtsraad, waar ieder mens meedoet, rechten en plichten kent en oog heeft voor de ander. Deze normen en waarden vinden wij beschermen waard. Ook hebben wij vorige week met grote verbazing de bezetting van het agrarisch bedrijf in Boksel gevolgd. Wij vinden het een groot goed van onze democratie dat iedereen zijn of haar mening mag hebben en kan uiten over de agrarische sector of welke sector dan ook. Actie voeren mag. Echter wel op een normale wijze en met respect voor elkaar. Wij vinden het volstrekt ontoelaatbaar dat een bedrijf wordt overvallen en zeer langdurig wordt bezet. Voor CDA Gemerwakel is het duidelijk dat er vorige week ruimschoots grenzen zijn overschreden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om dergelijke excessen proberen te voorkomen in onze gemeente. Wij willen dan ook aan u vragen of wij als gemeente zijn voorbereid op een dergelijke gebeurtenis. En daarnaast willen we weten of de gemeente op het gebied van extreem dierenactivisme samenwerkt met andere instanties en omliggende gemeentes. Dank u wel. Dan doen wij een kort changement. En dan zal ik als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid ingaan op de vraag zoals gesteld door mevrouw Van Zeeland. Ik zou willen beginnen, dank voor de vraag. Ik denk dat in heel Nederland, maar zeker ook in onze gemeente, de verontwaardiging groot was afgelopen week. Toen in Boksel uit het niets een varkensstal bezet werd. En die onvoorspelbaarheid van dit soort acties en ook de impact daarvan laat zich dus ook moeilijk voorspellen. Nu deze actie heeft plaatsgevonden, heeft de politie aan de burgemeesters een handelingsperspectief geboden. Belangrijkste, en zonder daarbij op alle details in te gaan, en de belangrijkste elementen hieruit zijn de oprichting van de staf grootschalige en bijzonder optreden, waarbij het eerste doel is het beëindigen van een bezetting. En uiteindelijk hebben we ook nog een aantal bevelsbevoegdheden in artikel 172 van de gemeentewet, waar ik als burgemeester namens u gebruik van mag maken. De actie in Boksel heeft geleid tot alertheid, zowel bij de boeren. De ZLTO roept terecht haar leden op om vooral niet de confrontatie te zoeken met actievoerders en verzoekt haar leden verdachte situaties te melden. De politie in Oost-Brabant is extra alert op signalen en meldingen en wordt continu het informatiebeeld gemonitord. Ik ben zelf ook gebeld door het ZLTO, ik heb gesproken met het Openbaar Ministerie en de politie en mijn gevoel zegt dat er voldoende aandacht is om een eventuele nieuwe actie op een agrarisch bedrijf adequaat aan te pakken. Daarvoor is wat mij betreft voldoende handelingsperspectief. Dank u wel.